Vandaag zijn we te gast bij de schaakvereniging Schaarsberg, die 80 jaar bestaat en die op zondag 26 maart bij Slot Schaarsberg een groot schaakfestijn gaat organiseren. En een van de personen die ook bij dat schaakfestijn aanwezig is, is een van de drie chess queens in Nederland en dat is Anne Haast. En met Anne Haast gaan we praten wat tijdens dat schaakfestijn zal gebeuren. Ik ben Anne Haast, ik ben 23 jaar. En ik woon momenteel in Tilburg. En zoals je al noemde, heb ik de afgelopen 3 jaar het Nederlands dameskampioenschap gewonnen. En ik ben dus in maart ook bij het slot. Oké, je komt naar het slot toe. Je komt dan niet alleen, want jullie als chessdames, heel bekende chessdames, kampioenen hier in Nederland, jullie hebben een samenwerking bij elkaar gevonden onder de naam Chess Queens. Vertel er even iets over. Ja, we bestaan ondertussen 2 jaar. We hebben een stichting opgericht met 5 dames die allemaal schaken. En de bedoeling van die stichting is om het meisjesschaak te promoten en het vrouwenschaak. En daarnaast willen we ook eigenlijk sponsoring binnenhalen, zodat wij zelf ook kunnen trainen en met toernooien mee kunnen doen. Heel goed. Goed streven om dat voor elkaar te krijgen in ieder geval. Je bent 3 keer Nederlands kampioen. Hè? Je bent de huidige regerend Nederlands kampioen dameschaak wat dat betreft. Je bent schaakgrootmeester en je bent nog op weg naar je internationale grootmeestertitel. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt zeker. Tijdje terug was ik erg dichtbij al. Nu weer iets teruggezakt, maar het lijkt nu weer richting de goede, ja, eigenlijk de goede kant op te gaan. Dus ik verwacht dat het niet super lang zal duren, maar dat is altijd even afwachten. Ja, je bent ook van student, toen je nog studeerde, had je natuurlijk veel meer tijd om te schaken. Nu heb je natuurlijk werk gevonden. Je bent lerares op een school, heb ik begrepen. En dat kost natuurlijk ook tijd, zodat wellicht het trainen ook een beetje moeilijker wordt om daar de tijd voor te vinden. Ja, zeker als student is het toch anders. Kun je iets meer nog zelf je tijd indelen. En nu ben ik aan het werk, maar ook dat bevalt heel erg goed. Ik geef naast de les op de basisschool ook schaaktraining. Dus ik doe eigenlijk een beetje een combinatie. En ja, voorlopig ben ik daar erg tevreden mee. Mooi. Hoe ben je eigenlijk in de schaakwereld terechtgekomen? Ik kom uit een echte schaakfamilie. Mijn vader heeft me leren schaken en mijn 3 oudere broers konden toen al schaken. Dus ik heb het eigenlijk zo meegekregen al vanuit thuis. En hoe oud was je toen je de eerste zet op het schaakbord deed? Ja, een jaar of 4, 5 ongeveer. Dus ik heb het al op vroege leeftijd al geleerd. Dan zul je ook wel jeugdkampioen zijn geweest, neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat klopt. In Brabant was het vaak wel spannend. Was het toch al een sterke provincie. Maar ja, en daarna ook NK's gespeeld. Dus. Ik had gelezen dat je begin 2015 Jan Timman, hè, de bekende schaakman hier in Nederland, verslagen hebt. Klopt dat? Ja, zeker. Dat was bij het Tata Steel Chess toernooi. Toen werd ik uitgenodigd om bij de B-groep mee te doen, de Challengers. En ja, die partij ging erg goed en uiteindelijk wist ik te winnen van hem. Daar zal menigeen van opgekeken hebben, denk ik. Ja, het land was, of in ieder geval het schaakland was een beetje in rep en roer. Dus ja, dat is toch wel leuk, zoiets. Dat is een hele goede promotie ook voor de dames schaaksport wat dat betreft. En om even terug te komen op het promoten van de schaaksport aan zich. Of het nou dames of heren is of jeugd is, dat maakt niet uit. De bedoeling op 26 maart bij Kasteel Schaarsberg, Slot Schaarsberg moet ik zeggen, is ook om de schaaksport te promoten. Wat zijn jullie als Chess Queens van plan? Wij zijn van plan om in ieder geval bij het evenement aanwezig te zijn met 4 Chess Queens. En daar zullen wij allerlei verschillende activiteiten doen. Bijvoorbeeld een simultaan, zowel tegen jeugd als tegen volwassenen. Of een korte les, een korte clinic, snel schaken. Eigenlijk kan het van alles zijn. Dus wij zijn heel divers inzetbaar eigenlijk. En mogen ook niet-schakers, mensen die nog nooit aan het spelletje geroken hebben, kunnen die dan ook zich inschrijven voor zo'n klasje of gewoon komen en meedoen in zo'n klasje?
Ja, zeker. Dat is juist leuk. Wij willen het heel graag uitleggen, dus eigenlijk is iedereen welkom. Prachtig. Wat doe je naast het schaken? Je bent getrouwd, geloof ik, of je woont samen? Ja, ik woon samen, dat klopt. Verder, met de schaken reis ik ook zo nu en dan. Dat vind ik erg leuk. En ik ga af en toe voetballen, bijvoorbeeld zaalvoetbal en soms hardlopen. En ook spelletjes spelen vind ik ook heel leuk. Dus het is van alles wat eigenlijk. Ja, af en toe moet je ook het hoofd schoonlopen, zal ik maar zeggen. Om weer met frisse start te kunnen beginnen. Jouw partner, heeft hij ook iets met schaaksport? Of hoe moet ik dat zien? Ja, hij is al internationaal meester. Dus we hebben elkaar niet helemaal op een vreemde manier leren kennen. Dus wij schaken allebei, ja. Het zit dus niet alleen in de familie, maar je hebt je ook zo een partner heb je dus ook gevonden die met de schaaksport doende is. Ja, zeker. Ja. Daar zul je heel blij mee zijn, denk ik. Ja, het is toch wel iets, als je meer schaakt, dan begrijp je ook wel iets meer hoe het in de schaakwereld eraan toe gaat. Dus dat is wel een voordeel inderdaad. Wat heb jij nog binnenkort op de planning staan, wat je zegt, dat wil ik bereiken? Nou, internationaal meester is wel iets waar ik al een tijdje tegenaan hik eigenlijk. En het is niet dat ik dat per se op een bepaalde termijn wil bereiken. Maar dat is wel iets wat wel een keer ervan moet komen eigenlijk. Oké, dan wensen we jou als Omroep Landgraaf heel veel succes mee. En we hopen je terug te zien dan zondag 26 maart bij Slot Schaarsbeek. Hartstikke bedankt Anne voor je tijd. Graag gedaan.